Ik open de raadsvergadering, een extra ingelaste vergadering, om op tijd de financiële stukken ook hier te laten besluiten. We hebben ook nog het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie. Dus zo gaan we het vanavond doen. Ik heb van de griffier begrepen dat er geen vragen zijn bij het half uur. Dat klopt. Dan hebben we dat punt door. Dan kunnen we de besluitenlijst vaststellen van de vergadering van 1 juni. En de besluitenlijst van de extra openbare raadsvergadering profielschets 13 juni. Bent u het eens met de voorgelegde verslagen? Dan gaan we dat zo doen. Dank u wel. Punt 4, de ingekomen stukken en de voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Zijn daar nog commentaren bij? Ja, meneer Boer. Voorzitter, wij hadden wel een aantal vragen over de eerste bestuursrapportage. Maar die zullen wij dan schriftelijk stellen. Ik wil je schriftelijk over stemmen? Stellen. Stellen, oké. Okay. Ja, dat kan toch? Nog anderen met bemerkingen niet? Nou, meneer Moen, stelt u vragen maar dan. Het schriftelijke vraag stellen. Maar als dat nu kan, dan ben ik ook het mondeling stellen. Ja, maar goed, we gaan dan wel besluiten nu over de afdoening van de stukken. Dan wil ik graag de vraag nu mondeling stellen. Ja, doe dat maar. Ga u gang. Voorzitter, dan gaat het om de vraag over de eerste bestuursrapportage aanbevelingsbrief regio, veiligheidsregio IJsseland. Dan gaat het namelijk over het stukje werkgeverslasten toelagen, waarin wordt vermeld dat er sprake is van een structureel nadeel van 350.000 euro dat meegenomen wordt in begroting 2019. De vragen die zijn dan ook: wat is er misgelopen in het proces van de salarisadministratie, van de vertaling hiervan in de begroting? De werknemerslasten die zijn immers betaald, dus het zou bekend mogen zijn wie wat kreeg en wat is dan ook de afbouwgarantie. Welke lering wordt aan deze nogal elementaire fout verbonden? Er wordt geen excuus gemaakt of iets dergelijks, er wordt alleen maar sprake van een wat droge constatering. Een andere vraag is: hoe kan dit nadeel structureel zo precies zijn? Het gaat er immers om zaken waarbij tenminste de onregelmatigheid niet exact te voorspellen is. En waarom wordt deze onregelmatigheid pas in de begroting 2019 meegenomen en niet voor die in 2018? Voorzitter, dat waren dan de vragen. Ja, ik kan de vragen niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Ze zijn nogal technisch van aard. Mogen we dat schriftelijk afdoen? Sorry, heb ik het een keer. Of heb jij ze? Heb jij ze? Nee, ik had een herhaling van wat meneer Moerman het zei. Oké. Maar kunnen we die dan schriftelijk afdoen en toch het stuk vaststellen? Dat kan. Nou, dat vind ik heel vriendelijk van u. Dan kunnen we wel door met de spullen, maar dan krijgt u een antwoord op die vragen. Het zit een beetje in de techniek. Even daarmee meedoen. Goed, dan hebben we dat zo afgekaart. Dan gaan we nu besluiten over de stukken en de afdoening. Ja, dank u wel. Mededeling vanuit het college. De wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee mededelingen. Allereerst, ik had u nog beloofd om iets te vertellen over het VNG-congres. Dat zal ik zeer kort doen. Maar ik denk wel dat het goed is om te melden dat de VNG in brede zin heeft gesproken over de financiële situaties van de gemeente. Met name het verhaal van de nadeelgemeente. En zoals u weet behoort Ommen er ook bij. Er zijn twee belangrijke moties aangenomen. De eerste is dat er een transformatiefonds komt. Een transformatiefonds die bovenop het macrobudget kan zorgen voor ondersteuning van die gemeenten die er echt een nadeel hebben. Op de begroting en die aan de andere kant zich ook inzetten voor transformatie. En u snapt het al, Ommen zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Tweede is dat vooral de participatiewet nadeel de aandacht trok. En u weet het, hè, het WSW-verhaal is zwaar. En daar is ook door de VNG unaniem gezegd dat daarin meer geld gehaald moet gaan worden. Ook nog een interessante was het verhaal van de accountants. U weet het, accountants hebben heel veel te doen, maar ook met verschillende organisaties. En voor je het weet heb je allerlei dubbele werkzaamheden. En de VNG is op dit moment bezig om te kijken met het ministerie om die dubbele controles er met name uit te halen. En dat is wel absolute winst.
Ik heb hier al schriftelijk bericht over de uitvoering, de gemeenschappelijke uitvoering van een aantal activiteiten. Daar werd door de Griffie van gesteld dat dat misschien zuiverder zou geweest om dat apart bij de gemeenteraden neer te leggen. Het VNG heeft in meerderheid besloten met de stem van om en tegen om dat toch binnen het VNG te houden. Dan, tweede mededeling betreft de Postduivenvereniging. Als het goed is, zou kunnen zijn dat u die brief, die raadsbrief al heeft. Maar in ieder geval het college heeft aangegeven om mee te willen werken aan een verplaatsing. Dat moet voor de aard zijn, u heeft helemaal gelijk, meneer Bongers. In ieder geval, ze vliegen uit. Ze gaan van de haven West, wat het college betreft, naar Westbroek. Overigens waren er al mensen die zeiden van, goh, we gaan dan die fantastische kunstgrasvelden helemaal ondergepoept worden. Dat is niet aan de orde, want het is alleen een honk wat ze daar doen. Het uitvliegen gebeurt op een andere plek. Als het goed is, heeft u een raadsbrief. En als u nog nadere vragen erover heeft, kunnen we daar later over van gedachten wisselen. Tot zover, voorzitter. Oké, dank u wel. Je hebt het over wat opgenomen in het verslag en dan kunt u kijken wat u er verder nog mee wilt, heb ik begrepen. Dan gaan we nu naar de bespreekstukken. We hebben de jaarstukken 2016, de resultaatbestemming 2016, annex 7, de wijziging van de begroting 2017. Die is in het eerste stadium al uitgebreid aan de orde geweest. Dus ik denk dat we heel snel naar besluitvorming toe kunnen. Maar wellicht valt er nog iets te zeggen. Niemand? Ja. Ja. Meneer Van der Moerman. Moerman. Verder nog? Ja. Meneer Van der Molen, Moerman. Middelkamp. Twee stuks. Meneer Middelkamp ook? Ja. Meneer Moerman was de eerste. Ja. Middelkamp. Middelkamp. Ja, mijn naam staat goed in beeld, voorzitter. Voorzitter, dank u wel. Zoals u al zei, hebben we de vorige keer, een aantal weken geleden, uitvoerig stilgestaan bij de stukken. Dus we gaan ons niet herhalen, daar hebben we geen zin in. Maar we hechten er waarde aan, voorzitter, om te benadrukken dat er, wat de fractie van de VOV betreft, geen sprake is van financieel herstel, zoals eerder gesommeerd. Als je kijkt naar de feiten, dan hebben we vorig jaar een fors bedrag aan reserves toegevoegd aan de algemene reserve. Iets van 1,8 miljoen. Dat resulteerde in een stand van dit jaar van 6,5 miljoen. En over 4 jaar, voorzitter, is daar nog maar, van 6,5 miljoen en over 4 jaar is daar nog maar 4,5 miljoen van over. Oftewel, voorzitter, we gaan niet beter. We gaan zeker niet vooruit, maar we gaan zelfs nog een stukje slechter. De feiten spreken voor zich, we hebben er verder ook geen vragen over, maar we vonden het fijn om dat nog even te benadrukken en daar zouden we het eigenlijk bij willen laten. Een tweede reden, voorzitter, om heel kort te zijn, is dat wij steeds meer de indruk krijgen dat deze raad niet echt zit te wachten op de inbreng en de bijdrage van de fractie van de VOV. Dus een reden te meer om het extra kort te houden en dat doe ik dan bij deze. Ik dank u voor het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Na de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2017 en de kadernota 2018 zijn we nu aangekomen bij het formele moment om de jaarstukken 2016 vast te stellen. Bij de eerdere behandeling van de jaarstukken 2016 in de commissie en in de raad hebben wij als fractie van de ChristenUnie al aangegeven dat wat ons betreft deze stukken kunnen worden vastgesteld. En de goedkeurende accountantsverklaring maakt dat dat allemaal weer een zorg minder is. In het accountantsverslag, waarbij we ons overigens afvragen waarom dit op enig moment ook nog weer een concept heet, een verslag is een verslag toch, daar in dat verslag lezen we het volgende. En dat staat onder 5.6. Daar gaat het over de bevinding, waardering vaste activa. Daar staat, afschrijving van de oude activa is niet in overeenstemming met de geldende grondslagen. Nou, daar wordt daar een opmerking over gemaakt, een bepaalde correctie. En dit aspect hebben we genoeg besproken in onze laatste vergadering. En dat is ook verwerkt bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage in de kadernota. Dus wat dat betreft, oké. Maar waar het ons om gaat, is de waardering van de vaste activa. En dan staat er vervolgens in dat verslag
dat de gemeente Ommen niet beschikt over een vastgestelde nota van afschrijven en waarderen. De gedragslijn is dat de nota van de gemeente Hardenberg als uitgangspunt wordt genomen, waarbij op onderdelen rekening wordt gehouden met enige bandbreedte, maximaal 5 jaar. Dan staat er dat binnen de gemeente Ommen is gekozen voor het toepassen van genoemde bandbreedte, omdat er geen harde norm is vastgesteld door de raad, maar zo wel aansluiting wordt gezocht bij de aanwijzing uit de BBV. Waar het ons om gaat, wie binnen de gemeente Ommen heeft gekozen en vooral wanneer. De raad heeft geen harde norm vastgesteld. Dat is de vraag die bij ons opkwam. Dank u. Meneer Moerman, wilt u het woord voeren? Niet? Geen anderen? Ja. Meneer Bongers. Verder geen anderen? Oké, nou. Ja, dank u wel, voorzitter. Jaarverslag, jaarrekening 2016. Ook wij zullen het kort houden. We hebben daar al uitvoerig met elkaar over gesproken in een eerdere vergadering. Dus wij zullen ons beperken tot een stemverklaring. En die luidt als volgt. Financieel gezien zijn er nog weinig tekenen van herstel. Helaas. Want ondanks allerlei lastenverhogingen zien we dat de solvabiliteit zeer laag is. Nog geen 10%. Het financiële resultaat over 2016 is allesbehalve rooskleurig. Door met miljoenen euro's van de ene reserve naar de andere te schuiven, wordt de suggestie gewekt dat Ommen in 2016 miljoenen heeft verdiend. En met de bezuinigingen op de zorg lukt het college zelfs om zwarte cijfers over 2016 te schrijven. Bijna 1,25 miljoen euro wordt overgehouden op de WMO, mantelzorg, bijstand en de WSW. Dit terwijl de uitkeringsbestand in 2016 met 19 personen is gestegen naar 267 personen. Met wederom een stijging van de woonlasten in is het zogenaamde financiële herstel voor de inwoners van Ommen evenmin merkbaar. Dank u wel, voorzitter. Dank u zeer. Verder geen woordvoeringen. Dan is het woord aan het college. De wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst natuurlijk spijtig dat de heer Middelkamp het idee heeft dat zijn bijdragen niet op prijs worden gesteld. We zullen in ieder geval steeds naar zijn bijdragen luisteren. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met hem eens zijn. En dat is ook in dit geval wel het geval. Ik heb, dacht ik, in de raadscommissie gezegd van ja, hoe ziet de financiële situatie van Ommen uit? Is het glas half vol of half leeg? Ik denk dat de cijfers inderdaad laten zien dat er inderdaad een voorzichtig herstel is ten opzichte van alle indicatoren die we daarvoor gelden. En het is niet zozeer vanwege het schuiven van reserves, maar gewoon feitelijk dat we zien dat we niet alleen een structureel evenwicht hebben in de begroting, maar dat we ook zeg maar de voorspelde negatieve last die we hadden op de incidentele uitgaven nu langzamerhand kunnen wegwerken. Incidentele lasten die al lang zeg maar in de boeken stonden, meerjarig. Dat wordt langzamerhand weggewerkt. Ik wil inderdaad niet zeggen, en dat ben ik wel met al de mensen eens die zeggen van goh, we moeten voorzichtig zijn, dat moet. Heer Van der Moor had nog een vraag over van goh, hoe moeten we nou het afschrijvingsverhaal zien? Het is zo, meneer Van der Moor, als ik even uw aandacht mag, dat u jaarlijks zelf vaststelt wat de afschrijving is. Dat doet u bij de begroting, maar dat is een impliciete. En als uw indirecte vraag aan het college is van goh, wordt het niet tijd dat Ommen een eigen afschrijvingsbeleid gaat voeren en daarover een nota in de raad presenteert, dan zijn we daar graag met u eens. En dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan we kijken of we dat zo mogelijk nog zeg maar het komende jaar, maar misschien zelfs nog wel einde dit jaar, aan u kunnen presenteren. Dan de heer Bongers tenslotte. Ja, ik denk dat het glas half vol, half leeg, heb ik al gezegd. Eén ding moet toch denk ik wel worden gesteld. Namelijk, u spreekt over bezuinigingen op de zorg. Het is feitelijk het geval dat Ommen meer geld aan zorg uitgeeft dan ze van het Rijk krijgt. Dat hebben we ook cijfermatig uitgelegd, hebben we ook onderbouwd. En zo is het en niet anders. Tot zover, voorzitter. Oké, biedt dit nog aanknopingspunten of behoefte aan een tweede termijn van de raad? Ik denk het niet. Dan is alles gezegd bij de beraadslaging. Dan gaan we nu over naar de besluitvorming. Er ligt één besluit voor met 5 bullets. We hebben een stemverklaring gehad. Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen over dit besluit? Niet, dan gaan we besluiten. Wie is voor dit besluit?
daarvoor hebben gestemd alle fracties, inclusief de oppositie. Meneer De Jonge telt ook mee, neem ik aan, voor zijn fractie. Ik reken hem unaniem. Met veel dank voor uw ondersteuning voor het gevoerde beleid. Dan gaan we nu naar het laatste bespreekpunt. Dat is het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie Ommen. Mag ik meneer Katerberg vragen om voor te zitten? Want ik ben de portefeuillehouder. Meneer Katerberg. Ik neem aan dat iedereen het woord hierover wenst te voeren. Dat geconstateerd hebbende geef ik de heer Dunnewind van het CDA het woord. Voorzitter. Vanavond behandelen we het raadsvoorstel met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen van de verkeersvisie Ommen 2030. Een uitvloeisel van de onlangs vastgestelde verkeersvisie. Een traject waarbij inwoners zijn betrokken en alles dat bij elkaar bijna 3 jaar in beslag heeft genomen. Als CDA-fractie hebben wij vanaf het eerste uur input geleverd ten behoeve van de opgestelde en inmiddels vastgestelde visie. En de daaruit voortvloeiende verkeersmaatregelen die vanavond voorliggen. Voorzitter, de CDA-fractie kan zich heel goed voorstellen dat het voor de ambtenaren ook niet altijd even gemakkelijk is geweest om chocola te maken van de hele brei aan informatie. Informatie waarbij belangen van verschillende doelgroepen vaak ook nog eens lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat dit allemaal is gelukt, is wat het CDA betreft een compliment waard. Voorzitter, als CDA-fractie hebben we telkens duidelijk aangegeven wat voor ons prioriteit heeft. Als het om verkeer gaat. Ik noem ze nog maar eens. Veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. En ook in die volgorde. Waarbij bijzondere aandacht moet zijn voor de kwetsbare weggebruiker. En waarbij in het centrum van Ommen de auto te gast is. De matrix geeft door de jaren heen een goed overzicht van de te nemen maatregelen. Als fractie kunnen we ons zeer vinden om de te nemen maatregelen niet in beton te gieten. Het gaat de flexibiliteit die nodig is om die maatregelen te nemen die op dat moment zijn vereist. Het verkeer blijft immers altijd in beweging, waardoor het zinvol is om in de loop van de jaren de te nemen maatregelen regelmatig te actualiseren. Voorzitter, de CDA-fractie kan zich in grote lijnen vinden in voorliggend raadsvoorstel. Wel nog een paar opmerkingen. Vorige week hebben we de eerste bestuursrapportage in deze raad behandeld. Daarbij is door deze raad unaniem aangegeven dat het ombouwen van de Koevorderweg naar een 70 km per uur weg geen prioriteit heeft. In dit voorstel staat dit nog wel weergegeven. Reden waarom wij mede namens de coalitiepartijen hierover een amendement hebben voorbereid. Een ander punt waar de CDA-fractie alsnog aandacht voor wil vragen. En dat gaat over punt 2 van fase 1 met betrekking tot het verkeersluw maken van de Vechtkade /Markt. Het gaat daarbij over het opheffen van het fietspad langs de Vassende Dijk, zodat fietsers op de rijbaan moeten fietsen. Dit bemoeilijkt dan de doorstroom van auto's, waardoor de automobilisten ontmoedigd worden om via de Vechtkade hun weg te vervolgen. Voorzitter, Ommen zal ons eeuwig dankbaar zijn als we dit fietspad weghalen en de fietsers naar de rijbaan verplaatsen. Voor het CDA is dit de omgekeerde wereld. Iets wat veilig is, opofferen om de doorstroming te bevorderen, te bemoeilijken. We kunnen ons dan ook niet vinden in deze maatregel en hebben dit ook mede namens de fracties van de VVD, D66 en Partij van de Arbeid verwerkt in hetzelfde amendement. Ten slotte, voorzitter, weten we dat de verkeersintensiteit op de Schuringstraat, /Julianastraat, behoorlijk is. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat naast de Julianastraat ook het verkeer op de Schuringstraat wordt gemonitord. Om zo uiteindelijk te kunnen bepalen of en waar op termijn aanvullende maatregelen genomen zouden moeten gaan worden. Dan ga ik nu even over tot het voorlezen van het amendement. Ik begin bij het besluit. Het voorliggende raadsbesluit te wijzigen bij de punten 1 en 2... punt 1. Het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie Ommen 2030 voor kennisgeving aan te nemen met dien verstande dat het volgende project wordt geschrapt. Het uitvoeren van punt 2 van fase 1 van de verkeersluw maken van de Vechtkademarkt, daar waar het gaat om het opheffen van het fietspad en waarbij de bestemming van het fietspad omgezet wordt naar voetpad. Punt 2. In te stemmen met de financiële consequenties van dit uitvoeringsprogramma zoals geschetst
voor 2017 en deze mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2017, met uitzondering van de kosten ombouw Koelvaarderweg van 50 naar 70 kilometer, zijnde €15.000 incidenteel. Toelichting. De bestaande situatie met een vrijliggend fietspad is veiliger voor de fietser. Door de fietser is in dit geval op de rijbaan van de Vasselendijk te mengen met autoverkeer, wordt het voor de fietser onveiliger. Uitgangspunt is dat de verkeersveiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers voorop dient te staan. Bij punt 2. De voorgestelde verhoging van de snelheid op de Koelvaarderweg heeft geen prioriteit ten opzichte van andere uitvoeringsmaatregelen die de komende jaren in omloop moeten worden genomen. Bovendien heeft de Raad op 22 juni 2017 dit project via een amendement geschrapt uit de eerste bestuursrapportage 2017 van het programma Bereikbaar Ommen, Verkeersvisie Ommen 2030, is getekend door de coalitiepartijen. Tot zover, voorzitter. Het amendement voldoet aan de voorwaarden om deel uit te maken van de beraadslagingen. De fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst, voorzitter, moest ik nog even denken aan gisteren. Kijk even naar de wethouder. Want verkeersvisie en verkeersveiligheid passen heel erg bij elkaar. En volgens mij liep ik in Zwolle. En het scheelde me net of we hadden helemaal geen wethouder hier meer gehad. Want meneer Schelen die had zo'n haast dat een mooie Ford Escort hard op de remmen moest. Nou ja, gelukkig heeft hij de overkant veilig kunnen bereiken. Voorzitter, nou dat even kwijt, want ik had het al op het twittertje gezet, dus dan weet iedereen wat er ook wat aan de hand is. Voorzitter, terug naar het raadsvoorstel zoals hij nu voor ligt. Want als je zeg maar naar het dictum van het voorstel kijkt, hadden wij zoiets van, nou wat moet je hier nu nog op zeggen? Want er zit nog voor allerlei ruimte in het kader van besluitvorming, et cetera. Maar voorzitter, als je kijkt naar het proces, dan hebben wij eigenlijk als plicht gevonden om toch nog iets over het stuk te zeggen. Want het CDA-fractie gaf het ook al aan van een aantal jaren ligt de verkeersvisie hier te bedden. En vorig jaar, op 10 juni 2016, hebben we in deze raad een soort inventarisatieronde gehouden om te kijken van wat wil de raad inbrengen in die verkeersvisie met de toezegging van het college dat het meegenomen zou worden. Voorzitter, en ook kort daarna, maar ook ervoor, hebben bewoners en inwoners de mogelijkheid gehad om via een sessie aan te geven waar de knelpunt in onder zit. Voorzitter, en als ik zeg maar kijk, ook naar de inspraakreacties die er daarna geweest zijn, hebben we eigenlijk niet veel gedaan met wat er de raad ingebracht heeft, met uitzondering van een prioriteitenlijst en wat de inwoners ingebracht hebben. Want volgens mij was het gewoon klip en klaar wat de inwoners zeiden. Er moet wat gebeuren aan de markt, er moet wat gebeuren aan de Schuringstraat, Julianenstraat. En mijn fractie voegde maar aan toe van, als je wat wil bereiken, voorzitter, en eigenlijk missen we dat in dat document, moet je iets doen aan bronbestrijding. En bronbestrijding ligt wat de VOV-fractie betreft op twee punten. Dat is op en rond de Vegbrug. En de tweede is bij de toegangspoort van Ommen aan de kant van Varssen. Daar moet wat gebeuren. En ook gelijk even reageerde op een stukje van het abonnement van de coalitiepartijen. Wij kunnen het vinden in ieder geval het tweede, het eerste kom ik straks nog op terug, van die fietsers op die rijbaan. Maar ik vraag me dan af, hè, want de CDA die dat amendement inbrengt, zit al een hele tijd aan het roer en bepaalt wat er een beetje gebeurt in deze in Ommen en ook de afgelopen jaren. Van waarom nu zo opeens een abonnement om de fietsers te beschermen, wat wij zeer onderschrijven, maar is dat niet gebeurd op de markt? Want daar is de fietser en de voetganger is loslopend wild. Want je moet daar verschrikkelijk uitkijken. Ik fiets elke morgen rond 6:30 naar het station, zoals u weet. En daar denderen de vrachtwagens. Een trein mag met 130. Nou, die vragen we zelfs wel eens af van of die vrachtwagens daar niet dichtbij komen. Een levensgevaarlijke situatie. En voorzitter, als je wat wil doen naar bronbestrijding, zouden wij graag van het college vernemen. Dat is in diverse vergaderingen hier al aan de orde geweest, van op welke manier we die bron gaan bestrijden. Want als we ervoor kiezen om het abonnement van CDA, de coalitiepartijen, aan te nemen, dan betekent het wel wat dat er aan die Vassende Dijk iets moet gebeuren. Want daar moeten we zien te voorkomen dat daar massa's verkeer, vrachtverkeer en
landbouwverkeer overheen donderen. En eigenlijk, voorzitter, geldt dat hetzelfde voor de Schuringstraat en de Julianenstraat. Want er staan hele grote borden dat je daar niet mag rijden met een vrachtwagen en een landbouwvoertuig. Als je daar gaat staan, en ik vraag me daarom ook af, voorzitter, van wat de monitoring voor zin heeft. Want de bewoners van de Julianenstraat en de Schuringstraat hebben herhaaldelijke betogen gegeven van wat zij daar meemaken. En moet je dan nog zoveel geld besteden aan monitoring? Nee, voorzitter. Wat ons betreft gaan we er staan en zorgen dat daar op welke manier ook geen vrachtverkeer, landbouwverkeer of hardscheurende auto's overheen scheuren. Ja, voorzitter, en als we dan een stukje terugkijken. En dit mag volgens mij niet, met alle respect. Maar, meneer de Jong. Maar voorzitter, en als we dan een beetje terugkijken, hebben we in het verleden als deze gemeenteraad, als gemeentebestuur voor de muziek uitgelopen. Want de problemen die wij hier in Ommen hebben op dit moment worden veroorzaakt door de aanpassingen die wij gedaan hebben. Vooruitlopend als hazen windhonden voor de hazen aanlopend met de aanpassing. In het kader van de aanpassing van de N34 en de rondweg Ommen. En daar is niets van terecht gekomen. En zoals het er nu uitziet, voorzitter, weten we allemaal, laten we de ogen daar niet voor sluiten. Krijgen we niet datgene wat wij als Ommen verwacht hadden. Namelijk een zodanige ontsluiting van de N34 op de N48 dat het verkeer ontmoedigd wordt in Ommen. Dus wij hebben de taak, vinden wij als VOV-fractie, als gemeentebestuur om met z'n allen de zaak aan te pakken dat het in Ommen weer veilig gaat worden. Ja, voorzitter, en aanpassen, want je zou er bijna, en je moet niet te veel terugkijken, maar je zou er tranen in je ogen van krijgen van hoe vaak we de situatie op en rond de Vechtbrug Stationsstraat al aangepast heeft. En wat dat heeft gekost voor de burgers van Ommen. Dus wij roepen het gemeentebestuur op om u opdracht te geven om zo snel mogelijk aanpak te doen in de bronbestrijding, zodat het eindelijk goed komt in Ommen. Voorzitter, tot slot, want daar is ook al een aantal keren over gesproken, kranten vol van gestaan, is de parkeerplaatsen aan de invalswegen van Ommen. Daar moet ik u de complimenten voor geven, dat ziet er goed uit en wij gaan ervan uit dat daar massaal gebruik van gemaakt wordt. Maar in het centrum, voorzitter, daar vallen wel de kort parkeren plekken weg. Zelfs op zo'n andere manier dat er een aantal huizen gebouwd worden, volgens mij in de toekomst op een plek, waar nog meer plekken door komen te vervallen. Ik roep u op, voorzitter. Ik roep herstel, voorzitter, ik roep het college op om met een, op korte termijn met een plan te komen met een oplossing voor de korte termijn parkeerplekken in het centrum van Ommen. Voorzitter, en wat mij betreft wordt het een plan die gedragen wordt door onder andere de handelsvereniging Ommen. En ik hoop dat dat, want ik ervaar dat ook wel eens een beetje, dat de ondernemers een beetje als loszand bij elkaar zitten, dat er nu een krachtige nieuwe HVO is en dat u daar een prachtig plan mee kunt presenteren. Voorzitter, even naar het amendement, want wij staan achter het amendement en wij danken het CDA, want op 10 juni 2016 hebben wij bij ons eerste inbreng al aangegeven dat wij nut en noodzaak van de upgrading van de Koevoordeweg niet zien zitten voor die kleine kilometers. En we hebben toen in ieder geval van het college begrepen dat het niet mogelijk was om dat stop te zetten, die upgrading. Ook vanuit de gemeenteraad hebben we toen geen enkele bijval gehad. En het doet ons deugd, voorzitter, dat er nu in ieder geval vanuit de coalitiepartijen bijval is om die weg daar 50 kilometer te houden. En wij zien graag van u welke maatregelen u gaat nemen, zodat daar niet te hard gereden gaat worden. En dat was mijn eerste termijn, voorzitter. Dank u. Het woord is aan D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, deze act houden we erin, dat begrijpt u. Maar dank u voor het woord. Laten we vaststellen dat nu voor ons ligt het uitvoeringsprogramma wat hoort bij de verkeersvisie zoals wij die vastgesteld hebben. En ik denk als wij kijken naar de rol van de raad, dan zijn wij natuurlijk structurerend en beleidsvaststellend. En we hebben dat in de verkeersvisie meer dan voldoende uitgesproken. Ook door het aangenomen amendement dat in het centrum het fietsverkeer en het voetverkeer ten alle tijde voorrang heeft. En de auto dus prioriteit nummer 10 is. Laten we ook vaststellen dat bij de uitvoeringsmaatregelen die nu voor 2017 voorgesteld worden, ook wat D66 betreft, veiligheid vooral de hoogste prioriteit moet hebben. En dat betekent dat wij ook het amendement wat door het CDA en de overige partijen namens de coalitie aangeboden wordt, zullen ondersteunen. Wat wij echter wel willen zeggen is dat wij bij de begroting 2018 verwachten dat de voorgenomen maatregelen voor 2018 en verder, voor zover die dan in gang gezet worden, dat we daar dan vervolgens met elkaar de discussie over kunnen hebben. Dus die hoeven we wat ons betreft niet nu te voeren.
Wat wel intrigerend is, is dat wij op de een of andere manier hier in Ommen wel de prioriteiten in onze ogen goed stellen, maar dat we vervolgens in de uitwerking eigenlijk een soort van omweg bewandelen. En ik zal u proberen duidelijk te maken wat ik daar bedoel. We zijn namelijk allemaal van mening dat we op de Vechtkade en op de Varsenerdijk en ook in de Varsenerstraat de verkeersintensiteit, de Julianenstraat niet te vergeten, de verkeersintensiteiten moeten verminderen. Maar wat zeggen we nou? Nou, we gaan eerst allerlei maatregelen nemen, dan ontstaat er, ik verwijs overigens naar pagina 19 van het stuk, samenvattend verlagen verkeersintensiteit Vechtkade. Door alle maatregelen zal een groeimodel ontstaan waarbij uiteindelijk het gewenste resultaat redelijk realistisch is. Maar vervolgens beëindigt deze passage in de tekst als volgt. Als deze lage verkeersintensiteit bereikt is, kan de Vechtkade in een volgende fase ingericht worden als een fietsstraat of woonwinkelerf. Nou, volgens ons is nou juist de visie dat we dit gaan doen. En dan gaan we eerst andere maatregelen nemen en dan pas gaan we doen wat we feitelijk vastgelegd hebben in onze visie. Dat is volgens ons de omgekeerde weg. Sterker nog, wij verwachten eigenlijk van het college voor 2018 een voorstel hoe we juist die ombouw van de, laten we zeggen, Vechtkade, waar het dus over die volgende fase gaat, waar het ingericht wordt als fietsstraat of woonwinkelerf, dat we daar een eerste voorstel voor krijgen. En niet eerst allerlei flankerende maatregelen om te hopen dat je het verkeer terugde. Nee, neem nou eens verdorie de structurele maatregelen die heel helder aangeven dat dit een wandel- en fietsgebied is. En pas dan kunnen wij gaan kijken naar flankerende maatregelen. Dus pak de kern aan. En laat ik dan nog een ander punt noemen. De kern van de zaak zit natuurlijk ook in handhaving. Het is ook door andere fracties al geconstateerd. Er vindt nog voortdurend verkeer plaats over deze, ja, hoe hebben we het ook al genoemd, de woonkamer van Ommen. Wat daar op dat moment gewoon niet toegestaan is. En waarom handhaven we niet gewoon meer? Waarom gaan we nou niet bij wijze van spreken eerst eens even een flankerende maatregel nemen door dat handhaven te versterken en te zorgen dat er daadwerkelijk gebeurt wat wij voorgeschreven hebben daar. Kortom, in onze visie moet je structureel je maatregelen goed plannen. En daar horen flankerende maatregelen bij, maar zet vooral de kern in op de structuur. En wat dat betreft zullen wij in ieder geval met de voorgenomen bestedingen, zoals die voor de begroting 2017 voorliggen, instemmen met ondersteuning van het amendement. Dus dat betekent dat op twee punten het voorstel gemitigeerd wordt. En wij verwachten voor 2018 een voorstel wat nu eens een keer van de structurele visie uitgaat en vervolgens aangeeft hoe we dat kunnen bereiken. Ik dank u. De fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Voorzitter, dank u wel. Wij praten vanavond over het uitvoeringsplan van de verkeersvisie. We hebben de verkeersvisie, het plan zelf eerst vastgesteld, nu het uitvoeringsplan. En het is heel goed dat er nu, nu een drietal knippen zijn aangebracht. 2017, het voorstel wat voor ligt, daarmee kunnen we instemmen met, en dan zult u begrijpen, het amendement dat ook door ons mede ondertekend is en betreft dat amendement van de koe voor de weg, onder andere. En ook datgene wat op voor de Vassendedijk en Vassendstraat en het centrum, de markten, beschreven is. Wat we wel vragen is, we doen een dringend verzoek om in gesprek te gaan met ondernemers in het centrum over de venstertijden van de bevoorrading. Dit om problemen achteraf te voorkomen, want ik heb vernomen dat er toch nog wel wat onduidelijkheid is. Dus voordat dat nu allemaal ingevoerd, want het staat dus op voor het jaar 2017, maar dat toch met de onder andere de ondernemers in gesprek te gaan. Als ik het jaarplan zie, want dan kom ik bij, nog één vraag over 2017. Er staat ook de fietsen in het centrum toe te laten, maar ons dringend verzoek is toch, en ik heb dat ook al in de commissievergadering gezegd, om goed te kijken waar dit absoluut mogelijk is, maar ook even te kijken waar het niet mogelijk is, om teleurstellingen te voorkomen. Dan staat er in voor het jaar 2018, en ik weet dus, dat komt straks bij de begroting, maar dat staat dus, en daar neem ik het even mee,
Monitoring, Prinses Julianenstraat. Ik zet de slash de Scheuringstraat ook bij, want daar hebben we het in de commissievergadering over gehad. Dat staat voor 2018. Ik zou toch graag nu al vanaf nu ook de inwoners, een delegatie daarvan, van die twee straten in de projectgroep laten meedraaien om direct vanaf het begin hun problemen, maar ook wel hun oplossingen daarvan gebruik te maken. Dan kom ik naar 2018, dan hebben we het over de prioriteitsvolgorde. Nou, die nemen we voor kennisgeving aan. Ik wil toch wel graag een klein voorschotje doen op die begroting van 2018. Want er staan een aantal dingen in waarvan wij verwachten, wij gaan er ook van uit, dat dat toch nog een keer besproken wordt. Want er staat onder andere de begrote uitgaven voor de verkeerstechnische maatregelen, ontsluitingsweg en parkeerplaatsen. En dat gaat dan nabij de sporthof, ten gevolge van de sporthal. Daar staat een bedrag hier van 2 keer 20.000 euro. Wij zouden dat toch graag, voordat dit in de begrotingen of met de begroting, wanneer dan ook, maar dat toch een keertje hier in de commissie en raad behandeld zien. Met name dan over die extra parkeerplaatsen bij de sporthal, dat zien wij op dit moment nog niet zitten. Maar als er een goed plan komt, dan zou het, dan willen wij daar nog eens serieus naar kijken. Dus wij praten dan over de begroting 2018. Als we kijken. Maar nu is de verkeersvisie, de uitvoeringsmaatregelen aan de orde. Dat klopt. Ja. Ik wil dit toch wel graag nog even meegeven, omdat vraag dat we zeggen 2018, dat komt bij de begroting verder. Maar ik wil toch graag een klein stukje meegeven dat we dit toch ons wens nog is. Maar die kunt u toch kwijt bij de begrotingsbehandeling? Dat kan ook. Ik wil hem nu wel laten zitten. Wat u wilt. Dan laat ik die andere twee punten ook zitten, want daar kom ik later op terug. Wij hebben het dan nog verder over het jaar 2019. Nou, daar staat terecht dat dat in het overdrachtsdossier komt. En we laten dat dan ook in alle wijsheid over aan de raad. Ik heb in de vorige raadsvergadering gesproken over, over dit plan. Ik zie het als een soort kapstok. Een kapstok waar je iets kunt ophangen, maar je ook wel eens een keer iets moet afhalen. Nou, daar zien wij ook. En ik dacht dat een van mijn voorgangers er ook over gesproken heeft. Het is toch wel een dynamisch iets. Dus het zou kunnen zijn dat we toch nog wel dingen moeten wijzigen. Tot slot, voorzitter. We begrijpen dat we hier met een uitvoeringsplan te maken hebben. En ik begrijp ook dat de termijn tussen het eerste gedeelte, de raadsvergadering voorafgaand en deze, kort is geweest. Maar ik vind het wel erg lastig dat je dus nu nog stukken terugziet. Waarvan je zegt, ja, had dat er nu al in moeten staan, nog in moeten staan, of had er een beschrijving, een andere omschrijving moeten zijn? Ik noem een klein voorbeeldje, dat is het realiseren van de parkeervoorzieningen bij het Streekmuseum. Nou, we kunnen er praktisch onze auto al neerzetten en er staat nog dat het dit jaar gerealiseerd gaat worden. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Verkeersvisie. Nou, er is al nodig over gezegd. Er is een amendement aangenomen waarbij wij de fietsers absoluut de voorrang geven. Dat onderschrijven wij ook. Wij ondersteunen vanzelfsprekend ook het amendement wat door de CDA net is ingediend. Wat betreft de Koevoordeweg. Goed, er zitten wel een aantal vervolgstappen natuurlijk aan. Een van de aanleidingen voor het opwaarderen van de Koevoordeweg was natuurlijk het ontlasten van de Julianenstraat en de Schuringstraat. Als je dit dus die Koevoordeweg niet door laat gaan, dan zou het kunnen zijn dat je meer verkeersdruk krijgt op de Julianenstraat en Schuringstraat. Daar hebben wij ook inderdaad, een aantal fracties hebben het ook al over gehad, over pleiten om dit naar voren te halen. Er staat voor 2018 op de agenda, haal dit naar voren en ga in gesprek met de bewoners van de Julianenstraat en Schuringstraat. Want die weten hoe hard daar gereden wordt. Die hebben er dagelijks ervaring mee. Als je moet geloven, het is net een racebaan. En staat er binnenkort een nieuwe Max Verstappen op hun ommen. Nou, op zich leuk, maar niet daar. Voorzitter, dan
Hadden wij daar nog een aantal punten. De heer De Jonge had het over hazenwindhonden die achter de haas aanlopen. Nou, volgens mij moet het, de haas die loopt voor de hazenwindhond eruit. Dus laten we daar eens voor aangaan. We hebben ook nog een motie aangehouden. Een motie die wij van april jongstleden, die ik dan zo meteen zal gaan indienen. Wat betreft het shared space principe, daar is nog steeds wat verwarring over. Wie heeft nu wat en wie heeft wanneer voorrang. En daar hebben ze in Delenvaart daar een prachtige oplossing voor. Daar hebben ze een bordje gemaakt. In Delenvaart kennen ze ook hetzelfde principe op de hoofdbaan. Bordje voor gemaakt met een auto, een fietser en een voetganger. En daar staat heel duidelijk onder shared space. Dat is niet bedacht door de gemeente. Volgens mij is dat bedacht door leerlingen van het Vechtcollege. En de gemeente Hardenberg heeft het overgenomen. Prachtig initiatief. En ik zou zeggen, zet het ook in ommeneer. Voorzitter, ten aanzien van de aangehouden motie. In de kadernota aan de orde geweest. Die zal ik dan ook nu gaan voorlezen en indienen. Ik zal me beperken tot wijzigingen die zijn aangebracht. Het motie gaat onderwerp veilig maken kruispunt Zevenrooststraat, Tanteweg, Kievietstraat. Is van mening dat het huidige kruispunt Zevenrooststraat, Kievietstraat, Tanteweg als onveilig wordt ervaren? 2. Door de definitieve locatiekeuze voor de bouw van het Kindplein West en de uitbreiding van de sporthal, dit voor meer fiets- en voetgangersverkeer zorgt op het betreffende kruispunt. En deze situatie door urgentie voor aanpak van dit kruispunt vergroot. En het draagt het college dan ook op om eind 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen, waarin 3 varianten voor de aanpak van het kruispunt, Zevenrooststraat, Kievietstraat, Dantweg, vooral ten aanzien van het verhogen van de verkeersveiligheid voor het fiets- en voetgangersverkeer. Het verkeersplan Kindplein West en Sporthal met prioriteit op te nemen in het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie om in 2030, waarbij gericht wordt op realisatie in 2018 en 2019. En gaat over de orde van de dag. Voorzitter, deze zal ik dan ook nu tekenen en indienen. Voorzitter, zover. Dank u wel. De motie is getekend en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uitvoeringsnota verkeersvisie. In de commissie is al het een en ander gezegd, heb ik begrepen, want ik heb hem gemist, over de matrix. Kort samengevat, en ik hoorde gelukkig ook niemand over terug, was dat erg lastig te werken, omdat het natuurlijk om totaal verschillende grootheden gaat, met verschillende budgetten en ook nog een aantal rekenfouten in de matrix. En als rekendocent kon ik dat toch niet laten. Daarop terugkomend, in die verschillende grootheden, natuurlijk is ook de LPO groot voorstander van de bekende vergezichten. Aansluiting op de N36, wat wij bovenaan ons lijstje hadden staan, maar wat mede, als we dat nu zouden kunnen realiseren, ons totale budget zou opslokken. En ik denk dat dat op zich geen goede zaak zou zijn. Omdat er ook een aantal concrete maatregelen nu zijn. En die staan dan ook gelukkig in deze matrix. Laaghangend fruit, zoals het zo prachtig heet, of beter gezegd makkelijk te realiseren oplossingen tegen geringe kosten. Een aantal partijen heb ik al gehoord over het monitoren en eventueel naar voren halen van monitoren. Voor Schuringstraat, Julianastraat, Seesterweg, Oversteek, Haarsweg, Slagenweg. En zo zijn er nog wel een aantal. Wat ons betreft slaan we dat over. Eerder heeft de LPO gepleit voor extra BOA's. En dat willen we hier nogmaals een keer benadrukken. Want monitoren is overbodig en maatregelen zijn nu nodig. We hebben al eerder gepleit voor controle op snelheid en op de vrachtwagens. Dus wat ons betreft staan die BOA's er nu en gaan ze controleren. En gaan we over, en dat kan tegen redelijk geringe kosten, tot een herinrichting van de genoemde straten Schuringstraat, Julianastraat. Als voorbeeld daarbij zou prima de Hardenbergenweg kunnen dienen. Toch een beetje een slalom die de snelheid eruit haalt, waardoor het onmogelijk is en het waarschijnlijk ook lastiger maakt voor vrachtwagens om daar in ieder geval met de snelheden zoals ze dat nu doen door te gaan. En dat gekoppeld aan de controle, dan denk ik dat we dit varkentje snel gewassen hebben. Een tweede punt, en ook al eerder genoemd vanavond, is de doorstroming bij de Vechtbrug. De LPO was geen voorstander van de parkeerplaats Oost.
Juist omdat we vinden dat die weg, die moeten we stimuleren, de Koevoordenweg. En of dat dan met 50 of 70 is, wij denken dat dat met 70 ook prima kan. Op slotverrekening is de weg aangepast van 70 naar 50. Alleen door middel van een bord. Nu willen we hem van 50 naar 70 en zou die voor 15.000 euro maatregelen getroffen moeten worden om hem weer op 70 te krijgen. Graag horen wij uitleg waar deze 15.000 euro dan heen gaan. Want vier borden lijken me aanzienlijk voordeliger. De doorstroming bij de parkeerplaats, en we hebben er al voor gewaarschuwd, omdat er geen afslag naar links is. Ik ben er van de week weer over geweest, heel toevallig natuurlijk. En er stond één vrachtwagen zand, die linksaf moest de parkeerplaats op, want ja, de bestrating ligt eenmaal op zand. En de rij achter de vrachtwagen stond tot over de brug, en ik dus ook. En dan bleek dus dat daar die vrachtwagen op moest, en ja, al het verkeer van de andere kant, onmogelijk om die parkeerplaats op te gaan. Nu is het nog geen hoogseizoen. Laat staan al straks er een hele rij met caravans op dezelfde manier. En die kunnen dan misschien niet onder een poogje door, maar die willen wel die kant op. En vanaf de andere kant, zeg maar even vanaf de Hardenbergse kant, hopen we dat die Koevoordenweg zo vaak gebruikt wordt dat je daar bijna niet tussendoor kan. Dus nogmaals, denk een gemiste kans om daar geen afslag naar links te maken. En ik denk dat we onszelf weer problemen op de hals gaan halen. We willen die Koevoordenweg juist aantrekkelijk maken om het centrum te ontzien. Ja, dus nog meer verkeer richting het centrum, omdat je anders toch maar staat te wachten op die Koevoordenweg. Dat lijkt ons niet de bedoeling. De parkeerplaats Oost was nodig voor een parkeerbalans. We waren geen voorstander, maar de wethouder wist ons echt te vertellen. De parkeerbalans is echt zoek en aan die kant moeten er parkeerplaatsen bij. Goed, de meerderheid was voor, dus hij is aangelegd. Het is dan wel, en dat kunnen we toch niet laten om te zeggen, wel erg tegenstrijdig. Als vervolgens vanuit diezelfde parkeerbalans 23 parkeerplaatsen ondergrond zomaar verdwijnen zonder dat daar verder compensatie voor is. De vechtkade, ook natuurlijk een hot item. Vanaf dag 1 zijn wij groot voorstander van shared space. En of dat met dat bord moet, als dat een oplossing is, dan sluiten we ons daar graag bij aan. Maar... ook D66 hoor ik het net toevallig al zeggen. De auto is de gast. En ik vraag dan wel aan D66, en misschien kunnen ze daar straks op reageren, waarom u dan instemt met het amendement. Ik zeg niet dat wij tegen zijn. Maar juist in het amendement wordt juist aangegeven dat de fietsers apart moeten blijven op een fietspad. Als je shared space hebt, zeg je de auto is de gast. Dus de fietsers en de voetgangers hebben daar dezelfde rechten, plichten, hoe je het maar noemen wil. Maar in ieder geval evenveel recht om gebruik te maken van de weg. Waarom dan toch deze op een fietspad houden? Wat je prima dus op een andere manier zou kunnen doen. Dus het verbaast me een beetje. Ben het wel mee eens dat het misschien versneld naar een woon-winkelerf zou kunnen. Op slot van rekening wordt de vechtkade nu ook gebruikt als opslagplaats voor bouwmaterialen voor een paviljoen. Ik denk dat het dan beter is om daar toch gewoon versneld een woonerf van te maken. Dan kunnen we misschien ook het paviljoen sneller realiseren. Ik zie de reacties graag tegemoet en tot zover de eerste termijn. De heer Wint namens de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Toen ik in 2008 de ommerpolitiek binnenkwam, spraken we over 2020 als we het hadden over een lange termijn horizon. Maar nu leven we 2017 en komt 2020 met rasse schreden naderbij. Vandaar dat we onze horizon nu langzaam aan het verleggen zijn naar 2030. Dus op de agenda staat dan nu ook het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie 2030. En driemaal is scheepsrecht, luidt het spreekwoord. En wat de ChristenUnie betreft gaat het hier wel op. Tweemaal een bespreking in de commissie en nu in de raad. Er was in de eerste bespreking onduidelijkheid over de prioriteitsstelling. En daarom hebben we als raadsfracties op aangeven van het college een matrix ingevuld. We hadden tijdens de tweede bespreking wat twijfels of de matrix, en met name binnen het thema stimulering fietsverkeer, wel juist was geïnterpreteerd door de methode die daarbij schijnbaar was gehanteerd. Daarbij was een ingevulde 0 geen prioriteit en een 1 juist een hoge prioriteit. Juist de hoogste prioriteit. Maar na enige reken binnen onze eigen fractie zijn we tot de conclusie gekomen dat dit alleen maar invloed had op de items die niet in de prioriteiten in het raadsvoorstel voorkwamen.
Wij kunnen daarom goed leven met de prioriteiten zoals die nu zijn aangegeven. Ook al is dat niet altijd de prioriteit zoals wij die zelf graag zouden zien. We zouden bijvoorbeeld liever geen geld meer uitgeven aan de schijnbare problemen rond de Hesselmuurbrug. Dat heeft allemaal genoeg gekost, zouden wij zeggen. En het is bijna niet meer uit te leggen aan de inwoners dat we daar nu nog weer eens een bedrag aan moeten gaan besteden. Maar voorzitter, ondanks dat zullen wij het voorstel steunen. Wel zijn we erg benieuwd hoe het amendement van de PvdA vorige week over het kruispunt Kievitstraat-Danteweg hier nog in verwerkt gaat worden. En er is dan nu ook een motie daarover ingediend. Wij zijn bijvoorbeeld heel benieuwd van of er een financiële overlap met het thema integrale aanpak verkeersveiligheid rondom scholen is. En hoe groot is die overlap dan ongeveer? Als laatste willen we opmerken dat er nog een foutje staat in het raadsvoorstel. Want als we punt 2 goed lezen, kan deze al niet meer uitgevoerd worden. Dan zullen we ook nog even een reactie geven op het amendement van de coalitie en de motie van de PvdA. Onze reactie op het amendement van de coalitie is dat wij dat niet zullen steunen en wel om het volgende. Wij vinden namelijk het belangrijk, veiligheid is inderdaad belangrijk, maar eenduidigheid is ook belangrijk. Als je op een gegeven moment binnen de kom een eenduidige verkeerssituatie hebt voor fietsers en auto's, dan geeft dat ook veiligheid. En daar bij de Vassende Dijk wijken we daar wel van af. Bovendien hebben we nu een raar punt waar de fietsers insteken. In het autoverkeer, zeg maar. Want dat is nu, zeg maar, als je bij de apotheek richting de Vecht gaat, daar in die scherpe hoek, zeg maar, met de afslag die naar de haven gaat. Het is daar namelijk ook zo dat de fietsers vanuit het centrum daar moeten oversteken. Dus dat geeft op zich ook alweer een stukje onveiligheid. Dus op het moment dat je dan de fietsers wel op de weg houdt, neem je juist die onveiligheid daar weg. Bovendien vinden wij dat stuk een aanloop naar het shared space gedeelte op de markt. Dus je hebt nu een hele abrupte overgang van absoluut gescheiden verkeer naar ineens alles bij elkaar. Bovendien denken wij dat de veranderingen van de voorrangsituaties op de Vassende Dijk, zoals die ook gepland staan, dat die ook daar de verkeerssituatie dusdanig zullen veranderen dat er toch op een andere manier gereden gaat worden daar. Ik merk bij mezelf dat zodra er fietsers op de weg zijn, dat je een stuk alerter bent en een stuk rustiger gaat rijden. Dus we denken dat het wel degelijk van invloed zal zijn op de veiligheid in positieve zin. Dus dat amendement zullen wij niet steunen. Dan een reactie op de motie van de PvdA. Nou, vorige week hebben we het amendement niet gesteund. En dat was met name omdat daar bedragen aan hingen. En dus het is met name vanwege het financiële aspect dat wij dat amendement niet hebben gesteund. En dat geldt nu dus ook voor deze motie, want die grijpt eigenlijk weer terug op dat amendement wat vorige week is ingediend en aangenomen. Dus wij willen die financiën, die willen wij integraal afwegen. En als we deze motie aannemen, dan kan dat niet. Dus daarom zullen wij die motie niet steunen. Voorzitter, tot zover onze eerste termijn. Het woord is aan de heer Verkerk. Ja. Ik denk dat de raad zich uitgebreid heeft verdiept in de verkeerskundige situatie van Ommen. En daarbij op basis van de visie input heeft gegeven voor het uitvoeringsprogramma. U bent daar nadrukkelijk bij betrokken. We hebben geprobeerd de politieke feeling zoveel mogelijk te verwerken in het voorstel. En daarbij hebben we natuurlijk ook de verkeerskundige inzichten genomen. En zo is het dat dit voorstel ligt. Dus heel nadrukkelijk liggen ideeën van de raad in dit voorstel. En daar wens ik ook zoveel mogelijk aan vast te houden. Want dit is toch de gedeelde politieke opvatting en de verkeerskundige, deskundige ideeën die daarbij zijn. En dat allemaal binnen het budget.
Natuurlijk zijn er nog veel dingen te wensen en te verbeteren, maar dat moet dan, denk ik, in de volgende ronde maar besloten worden. Ik zal daar zo ook nog wel even kort iets over zeggen. Als ik dan eerst even kijk naar de politieke interventies op het stuk, dan hebben we één abonnement ingediend door vier fracties. Het college heeft daar tegen geen bezwaar. Maar ik zeg er wel bij dat bij het vasthouden van de snelheid op de Koevorderweg, ik heb dat in de commissievergadering ook gezegd, het vasthouden aan 50 km per uur kan wel consequenties hebben voor een gewenste doorstroom. Dat maken we af en toe ook nog wel mee rond de Vechtbrug. Dus op dit moment kan dit, maar ik blijf het wel in de gaten houden of dat verder goed gaat bij de verdere verkeerskundige ontwikkeling van onze stad. Want door opkomende economie wordt er meer verkeer gegenereerd. Er wordt ook al nodig nog gebouwd en gedaan. Dus ook het autogebruik door inwoners van Ommen, is er meer druk op de verkeerssituatie. En dat moet toch ergens heen. Dus we zullen het goed in de gaten houden om te kijken hoe dingen verlopen. Hetzelfde geldt ook een beetje voor andere dossiers die u hebt genoemd. Ik kom daar zo nog wel op terug. Dan is er van meneer Moerman een motie over de oversteek bij de Dantestraat, Chevalerostraat. Daar hebben we geen bezwaar tegen, omdat dit denk ik een bijdrage is van het beleid wat we hebben om het gebied daar te ontwikkelen. En volgens mij geldt dat ook voor ontwikkelingen bij de sporthal en bij de kindplaats. Dus daar hebben we ook geen bezwaar tegen. Nou, ik denk dat ik hiermee de belangrijkste politieke zaken met betrekking tot dit voorstel heb behandeld. En verder heeft u een heel aantal dingen gezegd die relevant zijn. Het is niet raar dat u dat zegt. Maar het maakt geen onderdeel uit van de financiële afdekking van het uitvoeringsprogramma. Dus om het heel kort te zeggen, zou ik zeggen, nou ja, ik wil dat wel betrekken bij de voorbereiding van de begroting 2018. En dan komt u daar in september, oktober vanzelf mee aan de slag. Dan zeg ik ook bij, onze financiële middelen zijn beperkt. En ik ga u ook confronteren met de gedachte, ik hoor dat een aantal sprekers zeggen, er moet meer gehandhaafd worden. Oké. Gaan we daar dan verkeersgeld op inzetten? Of zijn er andere dekkingsbronnen? Ik leg het mij even heel indringend bij u voor. Als u meer handhavingscapaciteit wil, dan moet het gewoon financieel gedekt worden. Het moet ergens vandaan komen. Ik heb het uit de veiligheidsportefeuille niet in de zak. Ik heb ook geen andere financiële mogelijkheden. Dus dat wordt wel een puzzel, een afweging die we binnen het college zullen maken. Maar ik leg het toch maar naar u, bij u voor. Verder zijn er dingen gezegd over het monitoren van de Julianalaan en de Schuringstraat. Nou, volgens mij is er wel aanleiding om dat te doen. Dat stellen wij ook voor. Wat mij betreft nemen we een grote Schuringstraat daarin mee. We zullen een manier vinden om de bewoners daarbij te betrekken. Dat moet ik echt even zorgvuldig bekijken met onze mensen hoe we dat doen. Maar ik zeg er ook bij, ja, als de verkeersdoorstroming op dat traject, hè, midden in de stad, onderwerp wordt voor, nou ja, politieke discussie om dat anders te doen, dan hebben we het ook wel over de bereikbaarheid van dat gedeelte van de stad en de hulpdiensten en alles wat hij meer zei. Dus dat zullen we echt heel goed moeten bekijken en niet uit de losse pols zomaar besluiten, want er verandert heel veel op dit moment. Dan is nog gesproken over de parkeerplaatsen in het centrum. Daar zijn wij mee bezig om een reactie te geven op allerlei inspraakreacties van belangenverenigingen en inwoners, hoe of dat verder kan worden vormgegeven. Ik zeg er wel bij, volgens mijn informatie en inzichten in de dossiers wordt hier gewoon uitvoering gegeven aan de beleidsplannen over de westflank van de stad. Dus die ontwikkelingen zijn gewenst en ja, daar volgt ook wel een verkeerskundige oefening bij. Volgens mij zijn die allemaal inbegrepen in het bestemmingsplan, in het beleid dat toen gemaakt is. Over de parkeerplaatsen, is wel discussie in de stad. Maar ik denk wel dat dat kan worden opgelost door middel van de aanpak die ik de vorige keer al gezegd heb. Van, kijk nou even goed naar het blauwe gebied waarin je gewoon met je kaart in kunt. Mensen die wat verder af kunnen parkeren voor wat langere tijd, zullen daar toch op gewezen moeten worden. Dus dat zijn wel dingen die we kunnen doen. Ik kan ook nog wel zeggen, zolang de bouwplannen nog niet geheel in productie zijn,
Zou je dat soort plekjes nog kunnen benutten om daar tijdelijk te parkeren? Tijdelijk zeg ik erbij. Omdat op een aantal stukken financiële belangen van de gemeentekast zijn gemoeid met de verkoop en ontwikkeling. Die staan gewoon in de financiële boeken, in de grondexploitaties, et cetera. Dus als u zegt, nou ja, als die woningen dan maar zitten, we maken er structurele verkeersplaatsen van, dan slaat u wel een gat in de meerjarenfinanciering van een bedrag. Wat, even goed tellen, dat zijn 6 cijfers voor de komma. Dat is substantieel. Als u die kant op zou willen, ik zou het u niet willen aanraden. Ik denk ook niet dat het nodig is. We zullen gewoon, denk ik, in de praktijk zien hoe we de parkeerplaatsen invullen, hoe de parkeerdruk zich ontwikkelt. Ik zeg dat er maar even bij. Binnenkort zal het college met een reactie op al die inspraak komen en dan ziet u wel welke kant het opgaat. We lopen hier dus een hele dunne lijn. Als het gewoon gaat om het grote financiële belang, de gemeente er met uw toestemming, ook zelf, heeft vormgegeven. En daar kan je echt niet zomaar zonder kleerscheuren vanaf. Ik zou u echt ontraden om hier te snelle stappen in te zetten. Ook dat gaan we dus nog wel het komende seizoen tegenkomen. Ja, dat zijn zo'n beetje de dingen die kort door de bocht nog bekeken zullen gaan worden met het kader van de begroting. Ik zeg naar meneer Rembers nog maar, die 15.000 die we dus niet besteden aan de ombouw van de Koevoordestraat, die houden we gewoon in de knip. Dus daar kunt u nog de hele zomer over nadenken wat je daarmee zou kunnen doen. Plannen zat. Schunslaag dacht ik nog even gesproken over overleg met de ondernemers over de venstertijden. Volgens mij waren we daar al mee bezig. Ik heb begrepen dat er goed gekeken gaat worden naar de vrijdagavond en de zaterdagmiddagen als nou ja, koopmiddag en koopavond. Misschien dat we dan toch er naartoe moeten dat er geen auto's door kunnen, maar bij de andere tijden wel. Dus er wordt nog wel eens een verkeerde indruk over gegeven. Dus gaat het dan echt wel bereikbaar voor auto's. Alleen net op die kooppieken hebben we bedacht, even niet. Dus dat zullen we nog wel iets duidelijker gaan uitleggen als dat aan de orde is. Voordat ik dacht dat ik hiermee de belangrijkste dingen wel heb besproken. Oh ja, nog even naar de ChristenUnie. De BEERAP en het andere besluit zijn wel grondslagen om geld op uit te geven, heb ik net begrepen. Dus dat kan. Dat kan. Voorzitter, ik dacht dat ik hiermee de punten wel had behandeld. Dat zullen we horen in tweede termijn. Wie meldt zich voor de tweede termijn? De heer Dunnewind. Dankjewel, voorzitter. Even eigenlijk een hele korte opmerking. Want wat de portefeuillehouder eigenlijk aangeeft ten aanzien van de koe voor de weg, is exact wat we ook beogen in het amendement. Dus wij zeggen niet dat we het willen schrappen, maar we zeggen wel dat we misschien op termijn dat het wel willen gaan doen, maar het heeft nu geen prio. Tot zover. De heer Jonge. Ja, voorzitter, is ook al aangegeven en dat mis ik eigenlijk in de beantwoording van de portefeuillehouder in deze. Want als het amendement aangenomen wordt en wij zullen daar in ieder geval voorstellen, dan, en daar ben ik met de portefeuillehouder eens, zou dat gevolgen kunnen hebben voor Julianenstraat en Schuringstraat en misschien nog wel verder. Daarvoor vroeg ik u ook van of u op termijn een plan kunt aanleveren aan deze gemeenteraad van hoe u dat wil aanpakken. Kijk, ik stel de prijs dat u zegt van we gaan de bewoners betrekken bij de monitoring. Wat er nou wel bij me opkomt is de vraag van wat is er nou gebeurd met de inspraakreacties en andere reacties die de bewoners al aan hebben gegeven. En alleen betrekken, voorzitter, dat zou voor mij ook een beetje de kort door de bocht zijn. Want ik zou wel graag daar ook resultaten in hebben. Want alleen betrekken, die ervaring die hebben we al daar waar het gaat over de stationsweg. Want daar hadden we ook al die mensen bij betrokken. En dat is ook niet dat geworden wat het geweest is. Ja, voorzitter, en wat de handhaving betreft, die is ook in de vorige vergadering bij de kadernota door het CDA ingebracht. Ik zou graag van het college, want u wijst zeer terecht over naar de raad als budgethouder. Maar ik zou van het college graag een plan willen hebben op welke wijze we daar gebruik kunnen maken van BOA's. Want als ik goed geïnformeerd ben, is sinds 2015-16 de BOA-wet veranderd. En is het mogelijk
om BOA's als met meerdere gemeentes aan te stellen onder die voorwaarden dat de gemeenteraad, het gemeentebestuur, akkoord gaat in de gemeente met die samenwerking. En daar zou volgens mij wel wat op in te verdienen zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat er geen meerdere gemeentes in de provincie Overijssel zijn die gebruik willen maken van BOA's, zodat we die breed in kunnen zetten. En daar zou ik graag van u, en ik verwijs u erbij naar de brief van de minister van september 2015, wat een en ander in omschreven staat. Dus ik zou daar graag een plan van zien, van of dat mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn. Want dan kan deze raad zich daar op beraden. Dan, ja, voorzitter, daar waar het gaat om over de parkeerplaatsen, ook dat... de bekruimen toch een beetje het gevoel dat u als portefeuillehouder niet goed de dossiers kent. Want als ik het goed heb, is er nu een plan voor 3 woningen bouwen, terwijl het in het verleden 2 woningen waren. En waar nu de HEMA gesitueerd wordt, daar waren de plannen ook iets anders dan ze in 2000 voorgesteld worden in deze raad. En daartussenin zijn er wel heel veel dingen gebeurd. Hè. We hebben de recessie gehad, et cetera. En ja, u, weer terecht wijst u zich op de financiële situatie van de gemeente Ommen, waar wij als gemeenteraad zeer op moeten letten van dat we geen bouwplannen blokkeren daar waar, om te vervuren van parkeerplaatsen. Maar voorzitter, ik wil de portefeuillehouder er toch wel op wijzen dat wij nog niet eens zo gek lang geleden bijna 1,3 miljoen geschonken hebben aan een projectontwikkelaar, omdat de grondwaarde gedaald is. En ik zou me ook kunnen voorstellen, want er zit ook al een beetje blokkade op de bouw. In ieder geval zijn volgens mij de afspraken niet helemaal nagekomen. Zouden we die 1,3 miljoen ook terug kunnen vragen? Want de prijzen zijn nu weer gestegen. De projectontwikkelaars de afspraken niet geheel nagekomen. Dus laten we dan die 1,3 miljoen terugvragen. En voor die 1,3 miljoen kijken of we daar wat parkeerplaatsen, kort parkeren in het centrum voor willen kunnen creëren. Ja, voorzitter, nog even terug naar die koe voor de weg. Want de portefeuillehouder die maakte een opmerking van over de doorstroming van het verkeer en dat het daar een blokkade is. Ook daar komt bij mij op, want als ik kijk in Rotterdam, de toegangswegen van Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Er zijn 4 baanswegen die allemaal 50 kilometer zijn. En daar wordt ook zeker niet te hard gereden en dat heeft geen enkele belemmering voor de doorgaand verkeer. Dus dat excuus zie ik niet helemaal zitten. Ik zou wel, om te voorkomen dat de Julianenstraat en Schuringstraat extra gebruikt wordt erdoor, daar zou ik graag de maatregelen, zoals ik ook al aan het begin van mijn betoog heb aangegeven, willen zien. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Toch even reageren op de inbreng van de ChristenUnie aangaande het amendement van de kadernota. De kadernota is een richtinggevend document ter voorbereiding op de programmabegroting. En in de kadernota stel je ook de financiële kaders vast. En volgens mij is dit de enige correcte volgorde waarin dit kan gedaan worden. Waarin ik dus in de kadernota de financiële kaders heb omschreven en in de motie dus verder heb uitgewerkt. En niets anders dan dat. Is dit volgens mij de enige correcte volgorde? Voorzitter, zover. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de beantwoording als portefeuillehouder. Het levert toch nog wel een paar opmerkingen, CQ-vragen op. U geeft aan van, goh, die tijdelijke plekken benutten, daar zou ik even goed over nadenken. Dat heeft financiële consequenties en die mening deel ik met u. Ook dat de raad met die plannen heeft ingestemd, maar ik wil toch nog even benadrukken, het was voor uw tijd, maar die plannen waren wel degelijk inclusief 23 stuks parkeerplaatsen. En in die zin, denk ik, belofte maakt schuld. De gemeente heeft 23 parkeerplaatsen beloofd, zowel aan de ondernemers als de omwonenden. En ja, die zullen wat ons betreft toch gerealiseerd moeten worden. En of dat met die 1,3 miljoen van de heer De Jongen is of op een andere manier, ja, als het met dat geld kan, zou het helemaal mooi zijn. Maar anders zullen we het op een andere manier moeten realiseren. Maar ik denk dat we hier als overheid, als gemeente, onbetrouwbaar zijn als we hier onze beloftes in die richting niet nakomen. En de petities liggen er niet voor niks. Ik geloof zeker dat het uw aandacht heeft en dat daar hopelijk een oplossing komt. Maar ik wil toch nog even u aan de belofte die we hier als gemeenteraad gedaan hebben om 23 parkeerplaatsen te realiseren. Dat wat betreft de parkeerplaatsen. U gaf aan van, god, er is 15.000 euro beschikbaar, want het gaat niet van 70 naar 50. Nou, daar zijn we altijd dankbaar voor.
Het was alleen nog niet helemaal antwoord op mijn vraag van waar komt die 15.000 euro vandaan? Want terecht dat u aangeeft van die doorstroming is belangrijk. Nogmaals, van 70 naar 50 heeft het helemaal niets gekost. We hebben gewoon andere borden geplaatst en ineens was het 50, terwijl het 70 was. Nu draaien we het om en er staat ineens een rekeningetje van 15.000 euro. En dat is mij nog niet duidelijk. En tot slot, voorzitter, waar ik ook geen antwoord op gehad heb en misschien toch nog even onder aandacht brengen. Pas in fase 4, zoals we er nu tegenaan kijken, zijn we van plan om het woonwinkelerf te realiseren. Pas als alle andere maatregelen niet werken, dan gaan we over tot een woonwinkelerf en dan moet het toch gerealiseerd worden. Wat ons betreft zit dat in fase 2. Ons uiteindelijke doel is een woonwinkelerf. We willen daar gelijkwaardig verkeer. Dat realiseer je door een woonwinkelerf. Dus het, wat dat betreft wil ik daar toch nog even voor pleiten. Dat wat betreft u dient, de amendement. U dient de motie, hè? U dient de motie, hè? Ik wacht eerst even de reactie af. Oké. Okay. Ja. Dat wat betreft het amendement. Met de toelichting van de heer Dunnewind. Dat het in ieder geval een tijdelijke maatregel is. En dat we dat dus inderdaad gaan bekijken. Wat betreft de verkademarkt. Of met de ombouw van 50-70. Nou ja, dan. Afhankelijk van de antwoorden zouden we daar eventueel mee kunnen stemmen, maar ik wil hem graag openhouden, ook afhankelijk van het antwoord voor 15.000 euro. Het tweede, en daar wil ik wel graag antwoord van op hebben voordat ik ook onze mening kunnen bepalen. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor het fietspad naar voetpad. Ik kan me nog voorstellen dat in de huidige constructie zoals die nu is, dat misschien een verbetering is. Maar ik wil hem ook graag openhouden dat mocht blijken dat als we komen tot een woonwinkelerf bijvoorbeeld, en het wordt allemaal gelijkwaardig, dat we misschien wel zeggen van goh, die beslissing van toen, zijnde vandaag, bij nader inzien kunnen we misschien toch beter dat gewoon weer allemaal bij elkaar hebben. En misschien van het fietspad toch een voetpad maken, als dat nog nodig is. Dus daar wil ik graag nog een reactie op. De motie van de heer Moerman namens de Partij van de Arbeid. Ja, we hebben er niet zoveel op tegen. Ik verwacht dat het ingebakken zit in de plannen, maar op zich staan we er niet onwelwillend tegenover. Tot zover, voorzitter. De heer Wint. Ik geef toch eerst het woord aan de heer Wint. En dan, Voorzitter, dank u wel. Om even in te gaan op het laatste punt wat de portefeuillehouder aanhaalde, daar ben ik helemaal met u eens. Uiteraard kunnen we dat in de BRAP regelen. Alleen er staat hier, en deze mee te nemen in de eerste BRAP 2017. Nou, dat kan niet meer, want die hebben we al gehad. Dus dat... Dat bedoel ik. En dan hebben we ook nog een vraag gesteld, maar ik begrijp ook wel dat die misschien wat lastig te beantwoorden is. Wat nou de, of er nog financiële overlap is tussen de voorstellen die vanuit het PvdA komen, middels het amendement van vorige week en de motie van vandaag. Of daar nog financiële overlap zit met een thema in de matrix. Het woord is aan de heer Verkerk. Ja, hij doet wat. Dank voor de vasthoudendheid van de Raad om nogmaals op een aantal zaken wat meer opheldering te krijgen. Ik gooi even. Ja, dat betekent dat u er bovenop zit en betrokken bent. Maar goed, ik kan niet anders herhalen wat ik net al gezegd heb. Financiële middelen zijn beperkt. Bij de begroting komt een nieuwe kans om nog wat preciezer de uitvoeringsmaatregelen voor de volgende ronde onder de loep te nemen. En dan zullen we ook kijken naar wat u vanavond hier gezegd hebt. Sommige dingen kunnen misschien wel, andere kunnen misschien niet. En er zijn een aantal zaken die echt in de praktijk even wat verder in de ontwikkeling moeten hebben. Voordat ik daar op dit moment, op basis van de gegevens die ik nu heb, harde uitspraken over kan doen. Ik wil dat ook niet doen. Ik wil ook die ruimte houden om even te kijken hoe het zich ontwikkelt. Even naar meneer De Jonge toe. Over de BOA's hebben wij bij de voorjaarsnota toegezegd dat de portefeuillehouder daarop terugkomt bij de begroting. En dat ik met een voorstel kom voor extra inzet. Dus op dat punt bent u bediend. Er komt gewoon een voorstel. Of dat ruimhartig en royaal zou zijn, durf ik op dit moment niet te zeggen. Maar goed, op dat moment krijgt u daar wat duidelijkheid over. We willen opnieuw gaan praten over het monitoren van de Julianalaan en de Schuringstraat. Ja, ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Ik moet echt even nagaan op welke wijze de bewoners erbij betrekken.
En veel verder dan dat kom ik op dit moment niet. En ik heb er ook op gewezen dat als we daar gewoon verkeersbeperkende maatregelen aan houden, dan geeft dat druk op de andere routes. En ik ben ook wel bezorgd voor snelle doorrijdbaarheid voor de hulpdiensten. Het is een centrale as in de stad. Dat moet toch echt wel goed bereikbaar zijn. En dan moeten we echt gewoon heel goed de argumenten kennen en wegen. Dus ik ga er wel mee aan de slag. Bewoners zullen daar ruimte mee voor krijgen, maar... Interruptie, ja. De heer De Jonge. Ja. Ja, voorzitter, het is prima wat de portefeuillehouder nu aangeeft. Maar als er niks gebeurt, dan kunnen we daar beter een ambulancepost stationeren. Want dan hoeft hij niet meer aan te komen rijden. Dus ik vraag toch nadrukkelijk aan het college om op zeer korte termijn te kijken wat... dat heb ik ook al in diverse commissievergaderingen aangegeven. Mijn buurman zegt, ja, soms zijn er technische vragen hier, maar ik heb er geen antwoord op gehad. En nog steeds niet. Ik vraag aan het college om spoedig te kijken welke maatregelen er mogelijk zijn en welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden daar op de Julianusstraat om die snelheid te beperken. Voorzitter, en dan nog even terug op die BOA's, want dat heb ik de portefeuillehouder nog niet horen zeggen. Ik heb een voorstel gedaan om te kijken of er mogelijkheden zijn van onze gemeente samen daar van gebruik te maken van de BOA's om daarmee de kosten te drukken. Is het college van plan om daar onderzoek aan te doen en daar de raad over te informeren? Ja, ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen aan wat ik heb gezegd. We zien de urgentie wel om goed te kijken naar de Schuringstraat en de Julianalaan. Gaan we monitoren, zijn we bezig, heeft de aandacht. Dus dat komt. Maar het is ook erg belangrijk om te volgen wat er gebeurt met de verkeersdruk. Je kan niet hier en daar iets afstoppen of minder maken en dan denken dat het zonder gevolgen is voor de rest. Ik ga maar onmiddellijk in de ring gooien. Als je de Schuringstraat en de Julianenlaan verkeerd luw wilt maken, nou, dan gebeurt er gewoon iets op de koe voor de weg. Dat begrijpt u ook. Ja, en misschien moet je daar wel harder doorrijden dan 50 om in ieder geval tempo erin te houden en niet al te veel files aan de andere kant van de brug te houden. Dus dat moet echt heel goed worden bekeken. Goed. Dan zijn er verschillende fracties geweest die ten strijde zijn getrokken voor het woon-winkelerf. Ja, dat zit in de visie. Daar gaan we mee aan de slag. Ik vind het op dit moment te vroeg om hier nu harde toezeggingen en uitspraken over te doen. Je moet ook echt kijken hoe het zich ontwikkelt. Er zijn nog diverse bouwplannen die afkomen. We houden het toch wel centraal. Ja, dus in dat opzicht zeker, we willen het. Het komt eraan, maar het moet ook kunnen. In de verkeersstroom, in de bouwstroom en hoe de ontwikkeling is. Dus ook hier zal ik op terugkomen bij de voorbereiding van de begroting. En dan pakken we dat aan. Ik begrijp echt uw wens wel, ik snap het ook wel, maar het moet ook allemaal wel kunnen in de groei van de stad. Laat ik dat gewoon zomaar eens even noemen. Interruptie, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik zou graag een korte schorsing willen hebben, want ik ben voornemens om een motie in te dienen. En dan kan daar het college misschien gelijk weer op reageren. Dus een korte schorsing alsjeblieft. En wat noemt u kort? Hangt ook een beetje van de Griffie af, wellicht met een... kwartiertje, 10 minuten. Oké. Ik schors de vergadering tot 9:15. Zijn we nu de burgemeester kwijt? Ik constateer dat iedereen weer zit. Ik heropen de vergadering. De vergadering was geschorst op verzoek van de heer De Jonge. Ik geef de heer De Jonge het woord. En de mensen op de publieke tribune verzoek ik om nog hun enthousiasme, nog hun eventuele teleurstelling te laten blijken. Ja, volgens mij staat er in het reglement van orde zowel verbaal als non-verbaal, voorzitter. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben even geschorst en om even op ons in te laten komen van wat er beantwoord is en... hoe we met een aantal dingen, hoe de portefeuille had aangegeven met een aantal dingen verder te gaan, voorzitter. En ja, we hebben toch gemeend om een motie in te dienen. En als ik het goed heb, dan heeft de heer Bongers van de LPO een tweede motie, ook een beetje op aanvulling van de beantwoording. Maar ik zal eerst de motie die wij gezamenlijk gemaakt hebben, ook met de LPO. En die gaat over, en eigenlijk, voorzitter, sluit... hetgeen wat in die motie staat, een beetje aan bij de beantwoording van de portefeuillehouder.
Alleen hebben we hem iets concreter gemaakt. En concreter gemaakt, voorzitter, gaat over de verkeerssituatie Schuringstraat, Julianenstraat en het gevolg van, we zijn ervan uitgegaan, gemakshalve dat, want hij wordt ingediend door de coalitie en mijn fractie die heeft al besloten om het amendement van het CDA te ondersteunen. Dus wij gaan ervan uit dat de maatregel van de Koevoordeweg, dat die 50 kilometer blijft en dat kan eventueel verkeersgevolgen hebben voor de Schuringstraat, Julianenstraat. En als we daar niets aan doen, voorzitter, dan zal de verkeersoverlast en wel de onveilige situatie hetzelfde blijven of dan wel vergroten. Voorzitter, wij zijn dan van mening dat er een oplossing moet komen om gevaarlijke situaties te voorkomen en overlast van de omwonenden te voorkomen in genoemde straten. En dan, voorzitter, het dictum. Portefeuille houden, daar komt het dictum. Draagt het college op om uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2018, want dan kan de gemeenteraad ook bekijken wat de financiële gevolgen zijn, een plan van aanpak te presenteren aan de gemeenteraad van Ommen ten voorkoming van gevaarlijke verkeerssituaties en overlast. Dat moet dan zijn in aanvulling Schuringstraat, maar er staat al in de aanhef Schuringstraat en de Julianastraat. En nou, dat was dan een mooie korte motie. En ik geef hem graag getekend aan u het exemplaar, voorzitter. Dank u wel. De motie is getekend en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Ja, vandaar dat de schorsing ook iets langer duurde dan... De heer Bongers, u mag ook zonder jas komen, hoor. Dank u wel, voorzitter. Dank voor het geduld, collega's. De motie die wij gezamenlijk indienen, die is op zich kort maar krachtig. Wij willen boter bij de vis. We hebben herhaaldelijk gesproken over maatregelen om bepaalde situaties ook na te leven, om daarop te handhaven. En we willen dat graag concretiseren. We proeven de intentie, zowel bij het college als bij de collega's in de raad, dat daar wel dat daar grote behoefte aan is. Maar we willen het ook omzetten in beleid en daadwerkelijke uitvoering. En daarvoor hebben wij een motie, voorzitter. Ik ga eventjes voorlezen. Het gaat om het handhaving verkeerswet. De Raad van de Gemeente Ommen overweegt dat de gemeenteraad van Ommen heeft diverse wettelijke maatregelen op verkeersgebied. Deze maatregelen dienen gehandhaafd te worden om overtredingen te voorkomen. Is van mening dat handhaving zal bijdragen aan de verkeersveiligheid en voorkoming van overlast. De daartoe bevoegde BOA's kunnen handhaven op de door de gemeente Ommen genomen verkeersmaatregelen. Draagt het college op om 1. onderzoek te doen naar de mogelijke samenwerking op het gebied van inzet van BOA's met andere gemeenten. 2. om uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2018 een plan te presenteren aan de gemeenteraad omtrent de extra inzet van BOA's. En gaat over tot de orde van dag. Is getekend LPO, Leo Bongers, en namens de VOV, de heer De Jonge. Alsjeblieft. Ook deze motie is getekend en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik zie dat fracties onderling al gaan overleggen, dus ik neem aan dat er even behoefte is aan een korte schorsing. Dan schors ik even voor 5 minuten maximaal de vergadering. Ik heropen de vergadering en doe het volgende ordevoorstel. Ik stel u voor dat zometeen eerst de fracties die nog verduidelijkende vragen hebben, die kunnen stellen, de zogenaamde tussenronde. Vervolgens het college met een reactie op de moties en uw inhoudelijke argumenten kunt u bij de behandeling van de moties kwijt. Heeft dat uw instemming? Ik zie dat dat zo is. Wie mag ik het woord geven voor verduidelijkende vragen? De heer Wint. Ja, want wij hebben even een vraag aan over de motie van de VOV. Dat is maar een van de VOV die ook namens de LPO is ingediend.
Daar staat namelijk in de draagt het college op om, en dan staat dus de inhoud van de motie, maar wij vroegen ons wel even af, wij snappen wel dat het gaat om de Julianenstraat en de Schuringstraat, maar dat staat er niet expliciet bij. Dus dat zouden we vragen, moet dat er niet nog even expliciet bij genoemd worden? De jongen. Ja, voorzitter, ik heb dat al aangegeven in inleiding en zeg maar bij de toelichting van de motie. Ik moet aangeven dat het, ook gezien de tijdsdruk die u aangeeft en ook de druk die bij de Griffie was, had het daar in principe bij gemoeten, maar volgens mij staat in de aanhef staat precies wat er bedoeld wordt en in het dictum. En als u echt wilt, dan wil ik dat met pen, of dan mag de Griffie het met pen eraan toevoegen en dan zal ik mijn akkoord eraan geven. En ik neem aan dat de heer Remmers dan ook een paraafje erbij doet met de woorden toevoeging, gaat om Julianenstraat en Schuringstraat. Volgens mij, kijk even naar mijn rechter buurman, mag je dat zelfs in het proces verbaal doen aan de zijkant met de kanttekening erbij. Dus ik neem aan dat dat hier ook kan. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan de indiener van de motie, meneer Bongs, de LPO. En dat is eigenlijk, bij de eerste bullet staat, draagt het college op om onderzoek naar mogelijke samenwerking. Maar heb ik net niet goed geluisterd of heb ik het verkeerd geïnterpreteerd? Datgene wat de portefeuille heeft gezegd, is dat nog onvoldoende voor u? Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik al bij de inleiding aangaf, wij willen toch een aantal zaken nu concreet maken, concretiseren. En dat betekent dat, wat ik proefde, is dat er zowel in de raad als in het college best wel gevoelens voor meer inzet van BOA's. En dat we dat op een slimme manier zouden kunnen doen. Maar we willen daar nu echt ook concreet hand en voet aan geven. Dus we willen gewoon een plan van aanpak. Niet alleen van ja, we zullen ernaar kijken. We willen een concreet plan van aanpak bij de begroting van 2018. Zodat we daar concreet met elkaar voor kunnen stemmen. En ook eventueel budget voor beschikbaar kunnen stellen. Verder nog verduidelijkende vragen? Nee. Dan is het woord aan het college om hun bemerkingen, opmerkingen, hun commentaren op de beide moties te geven. Ja, dank u wel. De schorsing heeft in ieder geval de gelegenheid gegeven om wat diepere en bredere contemplatie te betrachten over wat er nou werkelijk verkeerskundig aan de hand is en hoe we daar politiek moeten omgaan binnen de verkeersvisie 2030 en binnen de financiële middelen en binnen het tempo dat we kunnen betrachten. En dat is nog niet zo eenvoudig. Maar ik begrijp heel goed dat uw raad wat meer comfort wil over de situatie rond de Julianenlaan en de Schuringstraat. Ik zal daarom nogmaals een poging doen om de strijdbaarheid van meneer De Jonge, die ik zeer waardeer, en de rest van de raad wat meer tegemoet te komen. Maar wel in de wetenschap dat je niet stand-alone grote ingrepen kunt doen in het verkeerssysteem van onze stad, omdat je elders dan toch tot gecompliceerde situatie kunt komen. Daarvoor is echt nodig dat we het onderling in verband brengen en ook de verschillende beleidsinstrumenten die we hebben onderling met elkaar in verband brengen om de beheersbaarheid van de verkeerssituatie zo goed mogelijk te betrachten. En dat is een complex proces. Ik zal proberen dat wat meer toe te lichten. Ik heb het al gezegd dat de verkeerssituatie in de Julianenlaan en de Schuringstraat wat ons betreft gemonitord wordt, omdat we ook wel zien dat daar dingen gebeuren die misschien niet gewenst zijn en waar mensen ook heus overlast van hebben. Maar goed, je moet wel meer precies over de feiten weten. Wil je doelgericht, trefzeker en financieel effectief daarin kunnen optreden? En daarvoor is echt nodig dat we het uitzoeken. Dus vandaar de monitoringsopgave die we onszelf al gesteld hebben. We hebben echt tijd voor nodig om dat goed uit te zoeken. Voorzitter, ik wil even het verhaal afmaken. Want anders dan wordt denk ik het verhaal onvoldoende begrepen. Ik heb het gevoel dat de bewoners er betrokken bij willen worden.
Ik heb het net even nagevraagd. Dat kan heel goed worden opgenomen in de klankbordgroep. Dat men daar aan meedoet en ook volgt wat wij doen. Kunnen we ook beter uitleggen wat wij doen. Dus ik denk dat dat wel een tegemoetkoming is in hetgeen u vraagt. De andere is het optreden, het handhavend optreden van BOA's. Ik heb in eerdere instanties al gezegd dat het ook een kwestie is van boten bij de vis. En wat dat betreft gewoon haring met een uitje. Dat moet wel betaald worden en dat moet ergens vandaan komen. Ik heb daar bij de kadernota ook iets over gezegd. Dat zeg ik ook naar meneer Bongers toe. Ik ga even citeren uit het verslag. Er staat toezeggingen college. Over de onbezolde positie van de BOA's komt de portefeuillehouder terug bij de begroting 2018. Dus we gaan al een heel hoofdstuk opschrijven over die BOA's. Wat er mogelijk is bij onbezoldigheid. Ik heb dat ook al gezegd. BOA's kunnen in sommige gevallen niet verbaliserend optreden. Want dat zijn justitiële autoriteiten. Dat moet je heel precies doen. En het tweede wat ik heb toegezegd. Is bij de begroting komt de portefeuillehouder met een voorstel over extra inzet voor handhaving. Dus ik voel me zwaar gesteund door deze raad om je geld aan uit te geven. En dat ga ik ook heel serieus bekijken. En bij die inzet is natuurlijk ook betrokken de samenwerking met andere gemeenten die op dit moment al plaatsvindt via THV. Als u er meer over wilt weten, is er een ambtelijke staf die dat aan u kan toelichten. Dus ik ben ook heel blij dat u deze vorm van gemeenschappelijkheid tussen gemeentes ook propageert. En ook wilt terugzien in het handhaafvermogen. Het is best ingewikkeld, omdat handhavingsbehoeften en methoden en inbedding per gemeente ook nog wel kan verschillen. Dus we gaan wel een complexeerd pad op als u dat wilt doen. Ik heb zelf wel goede ervaringen bij het handhaven op het platteland en bij het bosgebied in eerdere functies opgedaan. Maar goed, gaan we bekijken. Dus eigenlijk, meneer Bongers, bent u in uw motie meer dan bediend. En ik vraag u te overwegen om de motie in te trekken, omdat op andere plekken al voldoende soelaas is gegeven. En ik zeg naar meneer De Jonge toe, we gaan het monitoren doen om de redenen die ik net gezegd heb. We gaan de bevolking betrekken via de klankbordgroep. En ik wil ook zeker in een nabije toekomst bekijken of we meer aan handhaving kunnen doen. Door middel van de inzet van politie of BOA's of meldingen of anderszins. Maar we moeten wel empirisch weten wat daar gebeurt voordat je daar ingrepen kunt doen. En er is samenhang met de koe voor de weg. Ja, dat hebben we vanavond denk ik met z'n allen goed kunnen delen. Dus dat is een samenhangend pakket. Dus als je ergens gewoon een maatregel neemt, dan loopt op andere plekken loopt het onder of loopt het droog. Het moet echt gewoon in onderling verband bekeken worden. En daarvoor is tijd nodig, daarvoor is ambtelijke inzet nodig. Dus in dit opzicht vraag ik aan meneer De Jonge met inachtneming en respect voor zijn strijdbaarheid om hier wat te doen. Toch ook het verstandig te doen door het in de gehele context te bezien. Nogmaals, ik ga bekijken of we daar wat meer kunnen handhaven. Bonus zullen erbij worden betrokken. En ik moet echt de feiten precies op een rij hebben om trefzeker en financieel verantwoord iets te kunnen doen. Daarom vraag ik u om deze motie in te trekken. En als u handhaaft, dan moet ik hem ontraden. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik raak een beetje de weg kwijt. Want ik hoor een heel betoog van de portefeuillehouder. Ik moest al een beetje denken aan wethouder Schelen, die daar ook nog altijd een beetje ruim de tijd van nam. Ik heb in die motie, voorzitter, via u naar de portefeuillehouder, geen enkele maatregel genoemd. Het enige wat wij aan u vragen is een plan van aanpak te presenteren. En u vraagt tijd. En in onze optiek, want er is al een discussie geweest tussen ons en de Griffie van per 1 september. Ik geef u de tijd tot de begrotingsbehandeling. Dat is volgens mij in november. Heeft u ruim de tijd voor? En als u zegt van ja, ik moet wel weten wat financiële middelen erbij passen, dan verwacht ik van u als college dat u bij de plan van aanpak ook de financiële middelen erbij aangeeft voor hetgene wat u nodig heeft. Dat geeft ons als gemeenteraad, als budgetterende organisatie, u de gelegenheid om ermee aan de slag te gaan. Ik heb hier geen enkele maatregel ingezet. En ja, ik wil geen voorschot nemen op de motie van de heer Bongers. Maar wat u zegt, een BOA die niet bevoegd is te verbaliseren, dan moet u me dan maar eens een keer uitleggen. Want die bestaat volgens mij niet. Want elke BOA heeft in zijn akte van beëdiging staan waar die voor mag verbaliseren en waarvoor die mag optreden. En dat zal voor de ene een algemene opsporingsbevoegdheid zijn, want daar heb je ook BOA's van. En voor de tweede is dat een BOA die in zijn acte van beëdiging benoemd is voor de categorie wet. En dat zal hier de Wegenverkeerswet en de APV zijn waar die in mag opereren. Volgens mij heeft de portefeuillehouder het niet gehad over onbevoegde BOA's, maar over onbezoldigde BOA's.
Ik concludeer dat meneer De Jonge zijn motie handhaaft en dat het college die ontraadt. En nu is de beurt aan meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik vooropstellen dat ik verheugd ben dat de portefeuillehouder met nadruk aangeeft dat hij van plan is om er werk van te maken om BOA's, onderzoek te doen naar BOA's, extra inzet van BOA's, om daar met een plan van aanpak te komen. En rest mij uitsluitend nog de vraag van hetgeen wat wij hier vragen, dat heeft u al volledig in uw toezegging bij de kadernota gemaakt, dan is hij inderdaad overbodig. Maar dan wil ik dat wel zeker weten. Dat was mijn vraag, voorzitter. Wilt u het verslag er nog op nalezen dan? Nee, ik wil het graag horen. Nou, dan geef ik de portefeuillehouder weer het woord. Maar ik verzoek de portefeuillehouder ook even uit te leggen wat de klankbordgroep precies voorstelt. Want anders ontstaan er mogelijk misverstanden. Nou ja, ik weet niet beter dan dat het een bestaande werkwijze is die we in eerdere gevallen ook hebben toegepast. Dus wat dat betreft is het wat het is. Dus u wilde alleen die vraag beantwoord zien of mag ik nog wat meer zeggen? U mag zeker nog wat meer zeggen. Oh, ja, okay. Meneer Bongers, we begrijpen elkaar goed. En als ik het niet goed doe... Dan bespreken we de stukken bij de begrotingsbehandeling. Misschien dan nog even naar meneer De Jonge toe. Volgens mij ben ik glashelder geweest over de intenties en de aanpak en de ingewikkeldheid om dingen te doen. Dus we zouden kunnen komen tot in ieder geval een uitgeleide procesaanpak. Plan van aanpak bij de begrotingsbehandeling zijn we alweer een maandje of 4-5 verder. Wellicht hebben we dan al meer inzicht in hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt. En dan kunnen we als DAM over de zaken spreken. Dus een soort procesafspraak die we in november bij de begrotingsbehandeling kunnen betrekken, zou toch soelaas moeten kunnen bieden. En de dikte van de motie is nogal breed opgesteld, hè? Voorkoming van gevaarlijke verkeerssituaties en overlast. Ja, die zou ik allemaal heel graag 100% willen bestrijden. Een stuk de ultieme droom van de verkeersportefeuillehouder. Maar dan kom je wel met wat ingewikkelde dingen, wat gevaarlijk is en wat overlast is. Dat kan ook plaats, tijd en cultuur gebonden zijn. Dus in die breedte en ruimheid van het dictum kunnen we het denk ik niet doen. Maar bij de toelichting heeft hij uitsluitend gedoeld op de Julianalaan en de Schuringstraat. Dus zo heb ik hem ook genomen. De heer Bongers die verzoekt om schorsing. 1 minuutje alsjeblieft. 1 minuutje, oké. Tijd gaat nu in. De heer Bongers gaf middels het time-out teken aan dat hij een schorsing wilde. Ik geef u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben het vertrouwen in de heer, of beter gezegd, in de portefeuillehouder, dat de zaak die wij vragen in de motie, dat die ook volledig tot zijn recht zal komen met de toezeggingen die de portefeuille heeft gedaan. Dus wij trekken hem in, voorzitter. Nou, vooruit. Voorzitter, want het is wel voor ons wel een cruciale. Wij vragen ons af, kan het ook zo zijn dat de monitoring bij in de motie van de VOV zit? Of zit die er niet in? Dus moet de motie ook uitgevoerd worden als de monitoringgegevens nog niet beschikbaar zijn? Dit jongen. Ja, voorzitter, ik kan me haast niet voorstellen van als je een plan van aanpak of een projectplan in deze maakt, dat daar geen monitoring aan vooraf gaat. En zeg maar, wat mij betreft, die monitoring, die kan klein zijn en groot zijn. Hè, maar in ieder geval moet die wel opleveren. En in mijn optiek hebben maar het valt een beetje in herhaling, de bewoners al aangegeven wat het probleem zit. Maar er hoort monitoring bij, want anders kun je geen plan van aanpak of projectplan schrijven. En ik ga ervan uit dat onze ambtenaren bij de BOH daar de kennis en know-how wel over in huis hebben, vertrouw ik op.
De heer Dunnewit. Nog even, voorzitter, nog even een korte opmerking. Het gaat dan toch even over de motie die de heer Bongers heeft ingetrokken. Ik wil nog even in herinnering roepen dat we in de raad van 20 april de wethouder van destijds al een toezegging ook heeft gedaan. Dus wellicht dat u die ook nog eens mee kunt nemen. Goed. Dank voor deze aanvulling. Dan gaan we nu over tot stemming. En ik breng als eerste het amendement van de heer Dunnewind, mede namens de fracties VVD, Partij van de Arbeid en D66 in stemming. Wie is tegen dit amendement? Het amendement is aangenomen met de tegenstemmen van de ChristenUnie. Dan gaan we nu naar het geamendeerde raadvoorstel uitvoeringsprogramma verkeersvisie om in 2030. Wie is daarop tegen? Voorzitter, ik heb even een stemverklaring erbij namens mijn fractie, want wij hebben de beantwoording beluisterd, maar we hebben wel gelezen dat bij de kadernota, en dat was bij de BERAP volgens mij, is hij benoemd als niet uitvoerbaar of niet uit te voeren. Dus dat is, en wij hebben bij de kadernotenbehandeling aangegeven dat we in eerste instantie onze vraagtekens hadden bij het doel hiervan. Maar omdat hij daarin specifiek benoemd staat als niet uit te voeren, vinden wij het van wezenlijk belang dat deze amendement aangenomen wordt en zullen we voorstemmen. Nee, ik was al even de weg kwijt. Oh, sorry, dan heeft u in ieder geval mijn stemverklaring alvast te pakken voor de motie van de heer Moerman. Oké. Okay. Dat kan in principe nog niet, maar goed, van we stellen, dan ben ik zelf ook even weg bij het volgende. Maar hebben we nou de verkeersvisie, de geamendeerde verkeersvisie vastgesteld? Waarvan akte? En dan is nu de motie Moerman aan de orde. Voorzitter, moet ik het nog een keer voor u herhalen of draait u het bandje terug? Nou, ik was me aan het afvragen van waar heeft hij het nou over, dus ik heb het niet helemaal meegekregen. Dus doe nog maar even. Voorzitter, gaan we terug naar de behandeling van de kadernota. Daar stond in de BERAP dat in de kadernota, buurman, nou, in de kadernota zelfs, in de bijlage, dat dit als niet uit te voeren punt. En want wij hebben bij de kadernota aangegeven naar de heer Moerman dat wij tegen deze motie zouden stemmen. Maar gelezende hebben, dat heeft inderdaad de heer Middelkamp, dat hij als niet uit te voeren bestempeld is en wij hier toch belang aan hechten, zal de VOV-fractie voor deze motie stemmen. Nog meer stemverklaringen over de motie Moerman? Dan breng ik deze in stemming. Wie is tegen deze motie? Dan is deze motie aangenomen met de tegenstemmen van de fractie van de ChristenUnie. Dan nu de motie De Jonge. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Ja, voorzitter. De heer Moerman. Voorzitter, wat dat betreft de motie De Jonge. Het is een sympathieke motie. Zoals zo gauw iemand dat zegt, dan denk ik altijd, nou, nu moet je oppassen. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat ik in principe achter deze motie sta. Maar wat ik volgens mij in de eerste termijn van de portefeuillehouder een beetje heb begrepen, en ook als ik het goed verstaan heb, is dat hij meer of meer heeft toegezegd op zeer korte termijn. Want in feite gaat deze motie, die wordt dan behandeld, de plan van aanpak te komen op 9 november. Ik zou zeggen, haal het gewoon naar voren. Klopt het dat ik het portefeuillehouder heb horen zeggen dat hij op zeer korte termijn een gesprek zal hebben met een afvaardiging van de bewoners van de Julianenstraat, Schuringstraat, en daarbij de klachten aanhoort, zijn de zogenaamde ervaringsdeskundigen. Zij weten wat er speelt, zij weten wat er moet gebeuren. En aan de hand van de uitkomst van die gesprekken, waar wij dan ook zo graag in de raad van september een terugkoppeling willen hebben, als die toezegging er is, dan halen we het gewoon naar voren. Los daarvan vind ik dit wel een motie die wat mij betreft gesteund kan worden. Dit was iets anders dan ik onder een stemverklaring versta.
van de portefeuillehouder geef ik geen toestemming om het te beantwoorden. De zaak is klip en klaar van de motie wordt door de portefeuillehouder ontraden. Hij heeft uitvoerig beargumenteerd waarom, maar hij heeft hem uiteindelijk ontraden. Wij gaan over tot stemming. Wie is tegen deze motie? Dan is de motie unaniem aanvaard. Nou, voorzitter, dan neem ik ook maar de vrijheid om de sluiting voor op mijn rekening te nemen. Ik wens u allen wel thuis. En tot ziens.